De leerlingen van 4 VWO hielden eerst korte presentaties. Daarin vertelden zij hoe er energie is bespaard. Want 2 maanden geleden werd de weddenschap afgesloten. Als de leerlingen meer dan 8% zouden bezuinigen, stond hun een lunch te wachten. Lukte het niet, dan kreeg de wethouder de maaltijd. Vandaag stonden de weddende partijen tegenover elkaar. Apotheose is het uitrollen van de poster met de uitslag. Zo! 29,3%. Het is nog nooit dat ik met zoveel plezier de weddenschap heb verloren. We zagen het al aankomen, dus de lunch hebben we inmiddels geregeld. De overwinning smaakt bij de leerlingen zoet. In dit geval zelfs letterlijk. Want als verliezer moest de wethouder een lunch op tafel zetten. Ja, mooi toch? Dat is dit 2 maanden terug, 2,5 maand terug, zijn we mee begonnen. Nou, ja, en toen is het steeds verder gegaan. Ja, en toen jullie begonnen met die weddenschap, had je ooit gedacht dat je kon winnen? Ja, op zich wel. 8% is op zich makkelijk te doen als je een beetje je best ervoor doet. Dus ja, we hebben nooit echt het idee gehad dat we het niet zouden halen eigenlijk. De docenten van de leerlingen is trots op haar klas. Zij zag dat de doelstelling van de weddenschap ruimschoots werd behaald. Ja, super trots natuurlijk op mijn leerlingen, want thuis waren ze echt heel goed bezig met allerlei dingen. Kleine dingetjes, de oplader van de telefoon uit, stopcontact, televisie uit, spaarlampen aangeschaft, allemaal van dat soort dingen. En op school was het toch moeilijker, omdat er weinig geld was eigenlijk om echt te investeren in besparing. Maar ook daar hebben ze dus nog heel veel gedaan.